Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie nieuwe producten van Catrice zien. Catrice heeft twee keer in het jaar die assortimentsupdate. De allereerste update is dan in februari met voorjaarsproducten. En de najaarsproducten komen in augustus. Ik ben vrij laat met deze video. Normaal ben ik wat eerder, maar het was wat moeilijker om wat producten bij elkaar te krijgen. Maar het is me gelukt, dus ik heb een aantal producten die ik aan jullie ga laten zien. Ik ga de producten niet swatchen. Ik laat ze gewoon zien. Hier komen reviews van online op mijn blog. Zie je er een product tussen zitten waarvan je denkt, goh, je zou toch wel heel graag een video van willen zien? Laat het dan even weten bij de comments, want dan kan ik hier altijd eventjes naar kijken. Ben je benieuwd naar de producten die ik deze keer heb gescoord van de nieuwe collectie van Catrice? Kijk dan even gezellig mee met deze video. De producten zitten in dit mandje en ik ga het er gewoon een beetje random uithalen. Ik begin dan ook even met een Hydra Plumping Serum. Dat is dit serum. Dit is een serum. Hier zit 1,5% hyaluron ACI in. Het is een hydraterende gezichtsserum met hyaluron. En Skin Soothing Pro Vitamine B5 voor een fresh plumping and healthy skin. Ik gebruik zelf niet heel vaak serums. Ik heb wel een serum, maar ik gebruik het niet heel erg vaak. Maar ik hou wel van een hele zachte huid. Ik vond dit wel heel erg interessant eruit zien. Het lijkt me heel erg interessant om dit te gaan testen. Er zit gewoon een pipetje in. Zoals je kan zien, het is best wel... Oh, het voelt best wel... Oei! Het is niet heel vloeibaar volgens mij als ik het zo bekijk. Hier zit 30 ml in en het, ja, ik ben wel heel erg benieuwd of dit wat voor mijn huid gaat doen. Ik ben iemand, ik heb niet een hele gevoelige huid, dus ik kan gelukkig heel veel hebben. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat dit voor mijn huid zou gaan doen. Dus dat is allereerst dit serum. Dan heb ik een liquid shadow. En dit is een oogschaduw met waterproof is dit. Dit is een intense metallic. Het is een potlood of niet. Het is 030 Fearless. Alle producten van Catrice zijn tegenwoordig ook vegan trouwens. Even kijken hoor. Wat... Oh kijk, het heeft gewoon zo'n applicator wat je bij lipgloss ziet. Zo eentje. Het ziet er veelbelovend uit. Het heeft volgens mij een hele mooie finish. Stond er natuurlijk ook op. Een metallic finish. Ik vind het altijd wel heel erg mooi. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe deze gaat bevallen. Hij zou heel erg gepigmenteerd zijn. Het is een liquid oogschaduw. Makkelijk aan te brengen met applicator en te blenden met je vinger. Oké, je moet het wel met je vinger blenden. Ik ben altijd meer fan van met een kwast. Maar oké, we gaan het proberen. Dus dat is deze oogschaduw waar ik heel erg benieuwd naar ben. Dan heb ik een eyeliner. En dat is de Brush Ink Tattoo Liner in Waterproof. Hij zit ook in een doosje. Het is een zwarte eyeliner met een high precision 270 bristels easy to control. Laten we hem even openmaken. Heeft hij ook nog een naam, 010 Black Waterproof. Dus niet heel bijzonder. Het is deze eyeliner. Zo ziet hij eruit. Het is gewoon een pen met gouden tekst erop. Niet heel bijzonder of zo. Dit is de punt. Ik kan niet zien of deze meebewegend is of dat hij gewoon is. Ik ben zelf wel fan van eyeliners die een hele vaste punt hebben. Maar ik denk dat deze gewoon een beetje meebeweegt. Hij ziet er veelbelovend uit. Ik ben heel erg benieuwd of je er een beetje mooie lijnen mee kan trekken. Of hij ook intens zwart is. Gaat hij fijn zijn met aanbrengen? Kun je er precies mee werken? En ja, ik ben daar heel erg benieuwd naar. Ja, waterproof. Ja, het is dat hij dat heeft. Maar dat vind ik op zich niet een hele voorwaarde die ik stel aan eyeliners. Want ik gebruik eigenlijk heel vaak een gewone eyeliner. Omdat ik het niet per se nodig vind om waterproof eyeliners te gebruiken. Het zou natuurlijk handig kunnen zijn als je gaat zwemmen. Maar dat doe ik nooit. En misschien met regen is het wel handig. Maar ik ben heel erg benieuwd naar deze eyeliner. Dan heb ik hier een poeder. De 5-in-1 Setting Powder. Het is deze. Ik ben heel erg dol op de poeders van Catrice. 1. Mattifying. 2. Waterproof. 3. Sweetproof. 4. Fixing. En 5. SPF 10. Nou, dat sweetproof en dat waterproof zal ik niet kunnen testen. Want 1. Ik sport niet en ik zwem niet. Ja, net in die regen weer. 010 Transparant heeft hij de naam gekregen.
Het is zo'n poeder. Ik ben zelf, heeft een mooie spiegel. Ik ben heel erg fan van dit soort poeders. Transparante poeders. Ik heb er al een aantal van Catrice en die werken echt super fijn. Ik ben ook heel erg benieuwd naar deze variant. Ik vind transparante poeders toch soms wat mooier. Omdat je hem eigenlijk kunt gebruiken over elke kleur foundation heen. En dat maakt mij altijd wel blij. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar ook. Naar deze setting powder. Het volgende wat ik heb is een Instant Awake Concealer. Dit is in de kleur 005 Neutral Light. Hydrating Longwear Concealer with Medium Buildable Coverage. Je moet deze dus wel opbouwen. Het is zo'n verpakking. Deze concealer die heeft dus een zo'n sponsje. Je moet hem dus hier gaan draaien en dan komt het concealer uit het sponsje. Ik denk dat we allemaal de bekende concealer wel kennen met het sponsje. Volgens mij is die van L'Oréal. Als ik het fout heb, zet ik de naam even hieronder in, want ik weet even de naam niet precies uit mijn hoofd. Essence heeft ook ooit een concealer gehad met een sponsje. Ik vond het eigenlijk op zich wel werken, maar ik ben wel heel erg benieuwd of dat dit ook werkt. Ik ben ook wel benieuwd of de kleur goed zal zijn. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Hij ziet er wel heel erg mooi uit. Ik ben wel benieuwd naar de dekking dan ook. Omdat je hem een beetje moet opbouwen. Ik ben niet iemand die hele laag concealer onder de ogen smeert of op het gezicht. Maar ik ben wel hier heel erg benieuwd naar deze ook. Het volgende product wat ik heb, dat is een primer. Dit is een Prime and Fine primer. Daar heeft Catrice al heel veel primers van. Dit is de No More Red primer. Het is een smoothing primer with hemp olie. Hij ziet er zo uit. Ik ben zelf niet bekend met hempolie. Het is een kalmerende en hydraterende groene primer met hempolie. Dat de roodness in je gezicht perfect balanceert. Zou ik nu heel goed nodig kunnen hebben. Want het is al, ik zie er nu niet helemaal gelikt uit. Zodat ik eigenlijk normaal uit wil zien. Dus in dit soort gevallen zou dit heel fijn zijn. Het zou je gezicht zacht maken. Prolongs make-up wear en gives a fresh feeling. Use under make-up. Ja, dat lijkt me heel erg logisch. Oh, deze is vegan. Wat ik altijd wel heel belangrijk vind is om even te testen, is dit dicht? Nou, deze is gewoon goed gesield. Maar soms heb je ook wel eens producten die dus al gebruikt zijn. In het geval, omdat we nu in een crisis zitten, moet ik zeggen dat Catrice en Essence momenteel geen testers hebben staan. Dus dat is natuurlijk wel een hele goede keuze om dat niet te doen. Maar dan is het nog altijd wel even fijn om te kijken van, is het echt gesield? Ik ben wel heel erg benieuwd naar deze primer. Ik heb zelf een aantal primers die ook wel groen zijn. Maar die hempolie, daar ben ik toch wel heel benieuwd naar. Of dat het dan nog iets extra's toevoegt aan mijn huid. Dus dat is deze primer. Dan heb ik twee oogschaduwpaletten. Dat zijn deze. Allereerst deze en deze. Ik zal even beginnen met deze. Dit is de Dry Rose. Dit zijn die Collection Eyeshadow paletten. Ik heb er hier al een aantal van. Die vind ik heel fijn. Deze heeft de naam 010 Rose All Day. Heeft op de achterkant ook een tutorial. Deze heeft zo'n light en sculpt kleur. Dit zijn de kleuren. Ze hadden al een roze editie, maar deze heeft dan net weer wat andere tinten. Waar ik wel heel erg benieuwd naar ben. Over het algemeen ben ik groot fan van deze oogschaduws. Omdat ze eigenlijk best wel pigmentvol zijn. Ik heb er volgens mij nog nooit eentje gehad die ik niet fijn vond. Of misschien eentje. Maar nou, dat weet ik zo even niet meer. Maar ik was hier toch wel weer heel erg benieuwd naar. Het zijn matte en het zit een mat. Vooral matte kleuren. En ik zie ook wel een shimmer kleur als ik het zo zie. Maar het kan zijn dat hij alsnog mat is. Maar die kleuren zien er wel heel erg mooi uit. Roos is natuurlijk wel een beetje, dat zie je tegenwoordig steeds vaker. En misschien kiezen ze er een beetje te vaak voor. Omdat de kleuren misschien toch wat op elkaar lijken. Maar ik was wel heel benieuwd naar deze oogschaduw. Dus dat is dus allereerst deze. En dan heb ik ook de Smart Beige. Dat is deze. Deze heeft de naam 010 Nude But Not Naked. Dit is dan wel weer inderdaad meer een nude palet. Een nude zie je ook niet zo heel veel meer. Dat was een paar jaar geleden natuurlijk heel erg een hype. Nu iets minder. Maar ik vind de kleuren er ook wel veel belovend uitzien. Ik denk zeker dat je hier mooie ooglooks mee kunt creëren. Volgens mij zijn dit wel allemaal matte oogschaduwkleuren. Maar ik vind ze er heel erg mooi uitzien. Ik was hier heel erg benieuwd naar. Omdat ik gewoon groot fan ben van deze paletjes. Dus ja, ook erg benieuwd naar deze. Dan heb ik een mascara. En dit is de Lashes to Kill Sexy Volume Mascara. With High Volume. Het is deze. Zo ziet hij eruit. 010 Intense Black heet hij. Dit is een mascara voor instantly thicker, longer en curly lashes. For a sexy volume effect. Easy to use Hourglass Shade. Goedemiddag.
Sorry, ik zie je bemoeit zich er ook weer mee. Fiber brush en long lasting. Het belangrijkste voor mij is nu wat voor borsteltje zit hierbij. Dat is de test. Oh, ik zie het al. Van dit soort borsteltjes hou ik dus heel erg. Deze vind ik echt geweldig. Ze zijn vrij, hebben niet hele korte haartjes. Hij is niet van plastic. Ik haat plastic borsteltjes. Ik kan daar niet mee werken. Ik krijg er geen volume mee. Dit borsteltje ziet er veelbelovend uit. Ik hoop echt dat ik hier heel veel volume mee ga krijgen. Ik heb ook andere Lash to Kill mascara's getest van Castrice. Die vond ik echt super fijn. Dus ik ben echt heel erg benieuwd ook naar deze. Eens even kijken. Wat hebben we dan? Dan heb ik nog... Ja... Ik ga het gewoon even een beetje uithalen, want we zijn er al wel bijna doorheen, moet ik zeggen. Oh ja, ik heb nog 4 lippenbalsems. Hey, ik had er nog één, dacht ik. Ja, hij ligt hier. 4 lippenbalsems. Dit zijn de Beautifying Lip Balsams. Het zijn sheer lipbalsems. Die zien er zo uit. Ze hebben een verpakking van karton. Dat zie je steeds vaker. Allereerst heb ik hier de 020 Fashion Movement. Er staat verder niet heel veel op. Alleen dat het een smoothing lip balsam is met argan-olie. Ik ben heel erg benieuwd. Allereerst deze. Ik zal hem even laten zien. Maar hij heeft niet echt een geur. Het is deze kleur. Ik ben benieuwd of ze ook echt kleur gaan afgeven. Ik denk het haast wel hoor, als ik het zie. Ik merk dat ik de laatste tijd best wel last heb van heel veel droge lippen. En het dan wel fijn vind om toch lipstick te dragen. Want ik kan er eigenlijk niet zonder. Maar dan vind ik het toch ook wel prettig om een lippenbalsem te dragen die getint. Dus ik hoop dat deze ook veel kleur gaan geven. Dus dat was deze kleur. Dan heb ik hem in de 010 Flirty Rose. Die ziet er zo uit. Even dit kleurtje. Oh, die vind ik ook heel erg mooi. Nou ja, ik vind het er heel mooi uitzien. Of het natuurlijk heel erg mooi gaat zijn, dat is de vraag. Ik heb de 030 Untold Story. Ziet er zo uit. En dan heb ik nog de 040 Water Melonade. Die ziet er zo uit. En die is een beetje rood-oranje. Ik ben heel erg benieuwd naar deze lippenbalsems, dus we gaan het meemaken. Even kijken hoor, want er zijn ook al dingen uitgevallen, zie ik. Ja, daar was ik al een beetje bang voor. Oh ja, ik heb hier nog van, dit is een Hemp & Mind Glow lipbalm in de naam 010 High on Light. Het is deze lipbalm, hier zit dus munt in. Munt zorgt ervoor dat je lippen wat meer opzetten. Waardoor het lijkt alsof je hele grote lippen hebt. Maar dat komt eigenlijk gewoon door die mint die erin zit. Ik vind de verpakking leuk. Hij is groen. Oh. De mintgeur komt er nog niet heel erg veel af. Maar hij ziet er dus zo uit. Over het algemeen ben ik niet heel groot fan van lipproducten waar mint in zit. Maar in lippenbalsem vind ik het minder erg. Omdat... ik dat ook heel erg fijn vind als ik bijvoorbeeld verkouden ben. Dan vind ik het heel erg fijn om zo'n lippenbalsem te gebruiken. Zodat alles even wat meer open gaat. Ook al smeer je het niet in je neus. Maar ja, ik was hier wel heel erg benieuwd naar. Het is ook, hij verkleurt ook je lippen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat hij dan mijn lippen voor kleur gaat geven. Dit ligt aan de waarde van je lippen. Dus hij kan bij iedereen een andere kleur geven. Ik zou hem bijvoorbeeld op kunnen doen. Bij mij komt er een kleur uit. En als mijn zusje zo eentje zag... gebruiken bij wijze van, zou je een hele andere kleur kunnen geven. Maar dat is deze. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. En dan heb ik nog een lip booster. Dit is de Volumizing Extreme Lip Booster met Hot Chili Extract. Dat is deze. Ik zal hem even zo houden voor jullie. Dit is een rosé lipgloss met menthol en chili extract voor een extreme cooling tinteling effect. Do not apply on irritated or sensitive lips. Nou oké, 010 Hot Plumper heet die. Dit is dus een lipgloss met rosé kleur. Ik had eigenlijk rood verwacht, maar dat geeft niet. Ja, hier komt de mentelscheur wel heel erg vanaf. Zo ziet de applicator eruit. Je ziet wel iets de roze kleur. Ik denk niet dat die heel intens gaat zijn. Maar ja... ik ben wel benieuwd met die hot chili peper wat dat gaat doen voor mijn lippen. Daar ben ik wel echt heel erg benieuwd naar. Dus ja, ik ben wel benieuwd naar deze lip booster. Misschien krijg ik wel hele volle lippen van. Krijg ik ineens een Kim Kardashian mondje. Je weet het niet. Nee, ga ik niet vooruit. Maar ja, je weet niet wat het is voor iedere lip. Lippen weer anders wat zo'n booster kan doen. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar.
Dan heb ik nog twee oogschaduwpalettes. En dat zijn deze twee. Ik heb hier allereerst het... ze heten de Pro Slim Eyeshadow Palettes. En allereerst heb ik de Next Gen Nudes. Die ziet er zo uit. Heeft de naam 010 Courage is Beauty. En er zit een hele mooie spiegel in de binnenkant. Hou ik van. Dit zijn de kleuren. Het zijn een beetje nude tinten. En wat ik heel erg leuk gedaan vind, zijn de namen van de kleuren die onder het pennetje staan. Dit vind ik er dan heel veelbelovend uitzien. Hè? Dit en hier zo. Er zitten een soort reflecterende punten in. Er zitten matte kleuren in en ook een aantal shimmer kleuren. Ik denk zeker dat je hier hele intense ooglooks mee kunt maken. Ondanks dat nude dus niet meer zo heel erg van deze tijd is, komt het wel steeds vaker weer terug. Ben ik toch wel heel benieuwd naar dit palette. Ik vind ze ook heel erg leuk vormgegeven. Ze zijn verder ook gemaakt van stevig karton, maar dat maakt niet uit. En dan heb ik dus ook het Neon Urge palette. Met de naam 010 Elements of Powder. En deze, die heeft deze kleurtjes. Die zijn weer iets intenser. Ook weer die twee die met die licht reflecterende pigmenten erin. Heel erg leuk. Ook weer nude en matte en shimmer kleuren. Ja, ik vind het heel veelbelovende paletten. Ik ben hier echt super benieuwd naar. Ik heb echt zin om hier een ooglook mee te gaan maken. Ze zien er ook gewoon super tof uit. Dus ja, ik word hier wel blij van. En dan ben ik toe aan alweer de laatste producten die ik heb. En dat zijn de Matte Pro Ink Non-Transfer Liquid Lipsticks. Die zouden blijven zitten tot 12 uur. Ik hou heel erg van matte lipproducten. Ik en matte lipproducten zijn echt de perfecte combinatie. Ze zien er zo uit. Dit zijn de hulzen. Ik heb hier allereerst de kleur 070 I Am Unique. Het belooft een hoogpigmenterende liquid lipstick met een matte finish design. En zou ook heel licht aanvoelen op je lippen. Non-transfer, dat zegt me dan niet zo heel erg veel. Maar dat gaan we gewoon proberen. Ik zal eventjes van eentje de applicator laten zien. En dan laat ik je even de andere kleuren zien. Hij heeft een vrij platte applicator. Eigenlijk vrij basic. Iets, ja, het is niet heel bijzonder. Maar het ziet er... Oh, hij ruikt super lekker. Beetje chocoladegeur lijkt het wel. Oh, daar hou ik van. Ga ik gelijk even kijken of die andere dan anders ruiken. Tenminste, ga ik gewoon eentje testen of die ook zo ruikt. Dan weet ik dat ze allemaal zo ruiken. Maar dat is dus allereerst deze kleur. Dan heb ik een rode kleur. En dit is de 090. Dit is My Statement. Super mooi. Even kijken dus naar die geur. Want hier wil ik, dit wil ik weten. Nee, het ruikt precies hetzelfde. Het ruikt allemaal hetzelfde, maar het is een hele aangename geur. Rood. Dan heb ik de 060 I Choice Passion. Die ziet er ook heel erg mooi uit. De 100 Courage Coat. Dat is deze. De 030, dit is Attitude. Hier, ik word hier toch blij van mensen. En de laatste die ik heb, dat is de 080 Dream Big. Dus dat zijn die liquid lipsticks waar ik ook heel erg benieuwd naar ben. Ik word daar gewoon heel erg blij van. Dan waren dit alweer alle producten van Catrice die nieuw zijn die ik heb kunnen scoren. Er is nog een veel groter assortiment. Dit is echt verschillend bij het Kruidvat filiaal of Trekpleister filiaal waar je bent. Als jij een heel groot Trekpleister of Kruidvat filiaal hebt, zul je waarschijnlijk ook echt een heel groot vak hebben met producten van Catrice. Ik heb een kleine Kruidvat, dus bij mij zijn de producten ook, de schappen niet zo groot. Maar de belangrijkste producten, die hebben ze dan wel. En ik vond dit hele leuke producten. Ik weet dat ze ook een hele nieuwe vegan lijn hebben. Alle producten zijn ook vegan, maar die doosjes die zijn bijvoorbeeld ook van karton gemaakt. Wat nog weer wat milieuvriendelijker maakt. Die hadden ze dus niet in de kleine schappen, maar dit ligt er in ieder geval wel. Ik ben heel erg benieuwd naar deze producten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij al producten hebt gescoord uit de nieuwe lijn van Catrice. En of je ze ook al hebt geprobeerd en of je er tevreden over was. Ik ben ook wel benieuwd naar welk product je zelf heel erg benieuwd bent van de producten die ik heb laten zien. Of wat je heel erg veelbelovend lijkt. Ik kan in ieder geval niet gaan wachten om de producten te gaan testen. En ik ben er heel erg blij mee. Voor nu wil ik je in ieder geval weer super bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan erop het rondje bij mijn gezicht drukken, maar ook even op mijn kanaal zelf. Krijg je wel eens zodra een nieuwe video online komt. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. En ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doei!